Van den Berg gaat gooien. Daar is een vette kans voor vol Van Krooi. Die had het zelf moeten doen natuurlijk voor PEC Zwolle. Tjonge, jonge. Van Krooi toch. Van der Pavert verliest de bal. Weer een mogelijkheid voor PEC Zwolle. Dat is goed begin met Ezeboei. Niet de Graafschap schiet uit de startblokken, maar de gasten uit Zwolle. Van Michem is snel. Ja, die is snel. Oh, geen controle over de bal. Ezeboei. Berensterk. Namli en Jurjes met een moeilijke redding. En daar komt de Graafschap goed weg. Een overtreding op Ezeboei, jazeker. Leemans. Die zit erin. Weer uit de standaard situatie. Maar dit keer laat Jurjes zich verrassen. 0-1. Een verrassende opening. Dat mag je wel zeggen, maar... Verdiend ook, want PEC is beter gewoon. Begint veel beter aan de wedstrijd dan de Graafschap. Direct uit deze vrije trap scoort Leemans. Ja, wat staan ze daar te doen? Oeh, dat is ook een harde overtreding hoor. Dat zou wel eens de derde kaart kunnen worden. Ja, rood. Zo. Boei. Op Ezeboei, die sterk is, de bal aflegt. Ah, lekker schot. Maar toch nog ruim naast van Leemans. El Jebli heeft het op Ezeboei voorzien. En dit is ook weer zo'n domme overtreding. Geel voor El Jebli. Ja, dan krijg je dit natuurlijk. Ruzie in de tent. Frustratie bij de Graafschap, bij El Jebli zit diep. En dan krijg je dit soort onzin. Van Krooi. Oh, die stond op scherm. Dekker. Lam. Namli. Zo, dat scheelde weinig. Van richting veranderd. Hoekschop dus. Eindelijk weer eens iemand die op doel schoot. Daar is het spelletje toch voor uitgevonden. Namli. Die wil nog wel eens uithalen. Dat doet hij nu ook. Een slim balletje net naast. Namli. Langs de twee man. Dat is een goed balletje op Van Duinen. Die weet daar meestal wel raad mee. Goed geblokt door Nieuwpoort. Nee, Namli, dat wil niet. Misschien dit wel. Zelf schieten? Nee, ook niet. Leemans dan? Ook niet. Boei. Namli. Ah, dat is een mooie goal van Namli. En dat is dan denk ik ook het einde van de spanning in deze wedstrijd. En de vraag rijst ook opnieuw. Had Hidde Jurriërs deze bal kunnen hebben? Ik neig daarnaar. Namli. En eens kijken naar de reactie van de doelman. Ja, hij raakt die bal wel, maar niet voldoende half. Dus neig je naar als hij vol zijn hand er tegenaan zet, dat hij die bal had kunnen hebben. Owusu dan. En maken ze er dan nog iets van? Nee, ook dit niet. Dit is toch wel een vette kans hoor, zei Arends.
Ejiboe. En de redding van Jurjes. En dat is het laatste wapenfeit van deze wedstrijd hier op de Vijverberg.